De romantiek bloeide even op in het pittoreske Urk, maar helaas was het slechts een kortstondige affaire. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Teun Feun, bekend van het programma Urk, smoorverliefd was. De vonk leek echter snel te zijn gedoofd. Patty Brart onthulde zaterdag in een uitzending van Show Nieuws dat de prille romance van Teun Feun alweer tot het verleden behoort. Het heeft niet lang geduurd, want ze hebben een date gehad. En ik wil er niet verder over praten. Het is niet goed afgelopen, deelde Patty mee. Teleurstelling overheerst bij de Urk, Ster, maar hij is vastberaden zijn leven snel weer op te pakken. Rugrecht en vooruit. Er zijn meer mannen dan lantaarnpalen, je moet alleen de juiste tegenkomen, al dus Teun. Eind januari verraste Teun iedereen met het nieuws dat Greetje, eveneens bekend van Urk, opnieuw de liefde had gevonden. Ondanks de pijnlijke scheiding besloot Gretje niet bij de pakken neer te zitten en het daten weer op te pakken. Met succes, zo bevestigt Teun. Gretje is opnieuw verliefd en deze keer lijkt het serieus. Het is een leuke vent. Ze nemen rustig de tijd. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want zij moet ook met de kinderen settelen, legt Teun uit. Teun is positief over de nieuwe liefde van Gretje. In Urk zeggen we altijd: je kent zijn oma niet. Hier moet je natuurlijk weten uit wat voor familie iemand komt. Dat is de vraag nog. Toch heeft hij hem al goed gekeurd. Ik hoop van harte dat ze heel gelukkig worden samen. De kleine gemeenschap van Urk leeft mee met deze ups en downs in het liefdesleven van hun bekende dorpsgenoten, benieuwd naar wat de toekomst nog meer in petto heeft.